Goedemiddag, het is vandaag vrijdag en het is vrijdag 16 mei of zoiets. Ik heb geen idee, maar het is gewoon vrijdagmiddag en ik was om 1 uur klaar met werken. Want ik ben vanmiddag in de garage geweest om een nieuwe auto te kopen. Yes! En mijn contract is verlengd, dus ik ben helemaal happy. En ja, dus het is vandaag vrijdag en vandaag komt mijn vriendinnetje Rochelle even gezellig langs. Want ik heb pizza eten, wijn drinken en gezellig kletsen. Daar heb ik echt zoveel zin in. En nu ga ik even met mijn papa en mama even lekker een drankje doen op het balkon. Woehoe, Rochelle is er weer! Yay! Heeft even geduurd, maar ze is er weer! Hallo Belly! Wat ben je aan het doen dan? Ik ben aan het filmen naar wijn. Ben je aan het filmen naar wijn? Ja. Wijn is fijn, hè? Ja, wijn is fijn. Wijn is heel fijn. Maar je hebt een flesje wijn en dat is fijn. Heel fijn. Nee, we hebben net lekker pizza op en nu zijn we lekker wijntje aan het drinken. Gewoon lekker buiten op het balkon. En we gaan gewoon lekker even kletsen, lekker wijn drinken en gewoon gezellig. Gaan vanavond lekker filmpje kijken. En dat wordt echt een superleuke avond op deze manier. Ja, is leuk. Welke? Serieus, alsjeblieft. Niemand wil dat hier naar me kijken. Ja, maar dat is ook ja. Gewoon eng. Ik niemand kan niet tegen kruipen naar kinderen en wezen en zo. Oké, dan mag jij kiezen. Ik heb een hele goede gekeken vorige week. Moet je even zelf kijken. Hush heet die. Maar gaan we meteen een leuke zoeken op Netflix. Gaan we een leuke serie kijken. Het is best wel fris naar antwoord hoor. Ja, een beetje. Nou zie je wel goed je balayage. Oh ja, een balayage. Ja, ik vind hem ook wel goed gelukt. Ja. Morgen, het is vandaag zaterdag. Gisteren was Rochelle bij mij. En die is op een gegeven moment naar huis gegaan. Toen ben ik eigenlijk vrijwel direct in slaap gevallen. Omdat ik super moe was. Maar dat was echt heel erg gezellig weer. Ik heb echt gedaan, lekker pizza gegeten en een horror gekeken en het was zo grappig, want de chef vond echt niet leuk. Ik vond hem echt eng. Maar het was wel een hele tof film in Sirius. Ik had hem al een keer gezien, dus ik wist ook wat ik kon verwachten. En vandaag ga ik niet zo heel erg actief zijn. Ik ga vanavond iets met mijn vriend. Ik wil video's gaan bewerken en ik wil eigenlijk nog iets review van mijn blog en een video opnemen. Maar ik ben even inspiratieloos. Ik weet het echt even niet. Maar ik ga daar even wat op verzinnen en dan hoop ik zo meteen heen. Opgedaan te hebben. Gedoucht hebben. Zo, inmiddels ben ik helemaal opgemaakt. Ik heb mijn make-up, aangedacht en ik ga even foto's maken van deze look die ik hier op heb. En dan ga ik even boodschappen doen en daarna ga ik richting mijn vriend. Het is nou op zich wel oké weer. Dat van het weekend, Pinkster weekend, heel slecht weer hadden opgegeven, maar het valt nu nog wel mee. Maar het is wel op zich koud genoeg om een vestje aan te trekken. En ik ga even foto's maken en straks naar de dus en dan ga ik naar mijn vriend toe. Ik zit nu in de auto en ik ga zo naar Kevin toe. Ik heb net boodschappen gedaan en opeens is het weer helemaal omgeslagen. Het is nou echt takken weer opeens. Het regent keihard. Nu is het gewoon weer droog en het is echt weer. Maar ik heb in ieder geval er heel veel zin in vandaag. Want ik ga lekker uit eten met mijn vriend. En vanavond geen idee wat we gaan doen. Maar het uit eten kan me echt wel verheugen. En dan zie ik wel wat we dat vanavond gaan doen. Ik neem jullie gewoon lekker mee vanavond. En ja, dat ga ik nou even doen. Oké, ik ben weer thuis van een super gezellige avond. Maar ik zit met een probleem. Ik probeer hier mijn gaatje uit te halen. Deze is al uit, deze ben ik best moeten uithalen. Het doet zo pijn, het lukt niet. Het doet echt pijn. Maar ik ga even mijn best doen. Het eten zelf is echt super lekker. Het was super gezellig met mijn vriend. En morgen zie ik hem nog eventjes. Maar nu ga ik zo meteen even een liqueurtje drinken met mijn broertje. En die oorbel eruit halen. Goedemorgen, is vandaag maandag, tweede Pinksterdag. En het is eigenlijk middag, want het is al 1 uur geweest. En ik heb nog steeds geen donder uitgevoerd. En ik heb gisteren niet gevlogd, want gisteren was ik heel de dag bezig, gewoon met lui zijn. En s'avonds kwam mijn vriend even langs, dus nee, ik vond het niet echt vlogwaardig om te gaan filmen. Dus toen dacht ik van, nou ga ik al vandaag weer verder filmen, want ik heb vandaag wel veel te doen. Ook al ben ik echt niet vooruit te branden. Ik ga hem even opmaken, dan ga ik straks even 2 video's opnemen en een paar foto's maken, een zwartje en mijn kamer opruimen. En dat is mijn planning voor vandaag. Zo, ik heb net mijn make-up gedaan. Dan ga ik verder met een video opnemen. Ik ga mijn favoriete sieraden opnemen. Het vond ik wel een hele leuke video. En op deze manier zien we ook eigenlijk wat voor sieraden ik op dit moment het meest draag. Want het is alles wat ik heb. Oh, en ik heb by the way een nieuwe auto gekocht. Ja, daar ga ik later meer over vertellen. Ik ben zo excited. Zo, ik ben even lekker Siri aan het kijken op bed. Ik heb nu 2 video's opgenomen, dus ik vind dat ik goed bezig ben. En straks ga ik even lekker eten. Ik moet sowieso nog even mijn kamer opruimen, dat is echt gewoon niet om aan te zien.
En dat is ook echt iets wat ik nou nog moet doen. En vandaag ga ik even lekker bloggen. Ik ga een video bewerken, artikelen schrijven. En Game of Thrones kijken. Yay, daar ben ik echt super, super veel zin in. Zo, inmiddels is het alweer 7:30 geweest. Ik heb mijn kwasten gewassen. Yay, ik heb mijn kamer opgeruimd. Yay. En nu ga ik zo met nog 4 artikelen typen. En dan begin daarna Game of Thrones. Daar ben ik echt helemaal klaar voor zitten. En ik lig hier nog steeds op bed. Oh ja, maar ik zal mijn nieuwe uit laten zien. Hij staat hier dus nou niet op. Ik heb een beetje stom. En ik had een hele mooie foto van. Nou. Het is in ieder geval een Chanel. Het is een Twingo. Dus daar ben ik echt mega blij mee. Ik kan hem volgende week dinsdag ophalen. Als deze vlog online komt, kan ik hem dinsdag ophalen. Yay! Ik ben echt super excited over. Maar ik ga even verder met mijn serie kijken. En dan ga ik even een artikel typen. En dan, mijn bed moet ik ook nog verschonen. En mijn spullen opruimen. Want opruimen. Lekker logisch. Nou, inmiddels ben ik voor mijn blog lekker bij. Tenminste, ik heb 4 artikelen geschreven. Ik heb mijn weetwoordjes update was van vandaag. Mijn nieuwe sieraden komen morgen online. En mijn shopblog Maastricht. Nou, tenminste, in de vlog is het nu maandag. Dus er komt deze op woensdag online. En deze, hoe combineer ik bloggen met mijn werk, komt een donderdag online. En een ode aan rode lipsticks komt vrijdag online. Die moet ik alleen nog gaan typen. Voor de rest ben ik super actief geweest. Ik heb even mijn Google Drive bijgewerkt. Dan heb je deze vlog trouwens al gezien. Dit is mijn weekendvlog van Delft. Hij is echt super leuk geworden. Daar ben ik echt heel blij mee. Ja, dus dat. Even kijken. Voor de rest is mijn bureaubelast super vol. En ben ik verder nog naar Modern Family aan het kijken. Wat overigens ook heel erg leuk weer is. Zo, het is alweer laat. Het is alweer bijna 11 uur. Dus daarom ga ik deze weekendvlog weer lekker afsluiten. Ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. En laat me vooral even weten hieronder in de comments. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie gewoon de volgende keer weer. Doei!